Het Suriname Eye Center, dat vandaag is geopend, is uniek in de regio. Directeur Claudia Ridan van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo liet weten dat het oogcentrum in haar nieuwe vorm een operatiekamer, een polykliniek en een diagnostische unit met moderne laserapparatuur heeft. Daarnaast zal er in de laatste fase van het project ook een beddenzaal, apotheek en opticien worden toegevoegd aan het oogziekenhuis, welke vandaag officieel in gebruik is genomen. Ja, we zullen ook binnenkort onze bril aan de man brengen. Met een team van oogspecialisten, technici, verplegend en ondersteunend personeel, de nieuwe en verbeterde faciliteiten, wordt het Suriname Eye Center van het Academisch Ziekenhuis het expertisecentrum voor oogzorg in Suriname en de regio. Wij krijgen nu al patiënten uit de buurlanden Guyana en Frans-Guyana op regelmatige basis. We delen onze expertise met de Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Curaçao. Dat heb ik ook al gezien met de presentatie van Dr. Pamelo Rijo. Er zijn vele wetenschappelijke artikelen gepubliceerd door onze oogartsen die verschenen zijn in internationale met medische journals. Recent is ook nog onze oudste oogarts, Dr. Thiemen, gepromoveerd. Ridan benadrukt dat Suriname alle expertise in huis heeft om invulling te geven aan dit oogziekenhuis. President Chandrika Prasad Santokhi haalde aan dat de gemeenschap onvoldoende beseft hoe belangrijk dit project is. Als je wil weten hoe belangrijk het is, moet je gewoon je ogen dichtmaken en proberen je dagelijkse gang van zaken te ondernemen met gesloten ogen. En dan ziet u hoe moeizaam en hoe problematisch dat verloopt. Het project van vandaag zal bijdragen dat vele burgers van ons land weer gelukkig gaan worden. Weer een zicht gaan hebben. Maar ook, wat ik hier hoor, personen van daarbuiten. In de Caribische regio, Frans-Guyana, Antillen hoor ik, ook hun weg zullen vinden naar een instituut wat high equipped is, professional, met staffing, maar ook moderne technologie beschikbaar heeft voor die eye care. De president zegt dat het land vele uitdagingen heeft die de aandacht vragen van de regering. Hij deed een beroep op de samenleving om ook oog te hebben voor deze andere problemen.